In TikTokland zijn deze sprookjesmeiden goede vriendinnen. Roosje Doorn, Kapje Rood, Bunzel, Rap. Poes, Terrassen. Zijn allemaal. Selfie time. Alles was perfect, maar toen... Hallo lieve sneeuwvlokjes, vergeet vanmiddag niet te kijken naar mijn nieuwe vlog. Wie is dat nou? Volgens mij is dat een witje van sneeuw. Dat is het nieuwe meisje in de school. Sinds zij video's maakt, zijn wij veel minder populair. Ja, volgens mij heb je gelijk. Ik zal het meteen even controleren. Mobieltje in onze hand. Wie is de populairste van TikTokland? Jullie zijn populair, maar Witje is veel populairder. OMG! We zijn dus niet meer het populairst. Wat kunnen we daaraan doen? Poester Assen, je hebt toch die twee lelijke zussen? Kunnen zij ons niet helpen? Ik weet het niet hoor. Ze hebben me nog nooit geholpen. Maar een beetje van Sneeuw is wel een heel mooi meisje. Misschien zijn hun ook wel jaloers. Kom, we gaan het vragen. De twee zussen van Assenpoester, Poester Assen, waren zoals altijd bezig om te oefenen om prinses te worden. Nou zus, ik ga eens eventjes kijken hoe het voelt om op de troon te zitten. Oké, ik help je wel even. Kom. En, hoe ziet het eruit? Nou schat, je bent er helemaal voor gemaakt. Er zit een vlek op mijn schoen. Vreselijk, waar is Poester Assen als ze ze nodig hebben? Ja, die is weer met vriendinnen op pad. Oh, volgens mij komt ze daaraan. Poester Assen, waar blijf je nou? Je moet komen helpen. Ja, maar wij willen jullie hulp net vragen. Ja, dat dacht ik niet. Meekomen nu. Hé, hey, Poester Assen, waar was je nou? Ja, we waren een beetje aan het chillen met mijn vriendinnen. En ondertussen zit er een vieze vlek op mijn schoen. Zo, klaar. Maar zouden jullie ons misschien ook kunnen helpen? Ja, we willen Witje de Sneeuw pakken. Witje van Sneeuw, dat populaire mooie meisje, die willen we misschien wel pakken, hè zus? Precies, kom maar! Voor de jaloerse zussen was elk mooi meisje een bedreiging. Dus gingen ze snel achter Witje van Sneeuw aan. Het blijkt dus dat Dikkie Dik en de gelaagste kat elkaar hebben leren kennen bij Sesamstraat en dat ze nu aan het daten zijn. Volgens mij is ze daar om het hoekje gegaan. Witje zelf wist van niks. Zij was net bezig een video te maken. Wie zijn dat nou? We gaan hem nu pakken. Volgens mij word ik achtervolgd door twee lelijke zussen. Zouden dat fans zijn of willen ze me aan het voeren? Oh, mislukt. Shit, het is veel sneller dan ons. Ja, oh, nutteloos. We halen ze nooit meer in. Oh, wat andere Ik ben ze volgens mij kwijtgeraakt. Wat een rare meiden. De sprookjesmeiden zagen hun eerste poging om een beetje van Sneeuw te pakken mislukken. Echt balen man, het is mislukt. Ze moesten nu wat anders gaan bedenken. Hé, hey, luister, ik ben in het bos wel een Grietje tegengekomen. Toch niet Grietje, die is verlaten door haar ouders? Ze is super crimineel. Ja, zij woont toch in de Knibbelknabbelknuisstraat 7? De stoere Grietje woonde alleen in een vreemd soort flatje aan de rand van TikTokland. Volgens mij woont ze hier. Hé, hey, wie klopt daar aan mijn huisje? Grietje! Zijn jullie van de Wouten? Zijn jullie van de Skoto of de Popo? Nee, we zijn het van de politie. Ik ben het, Kapje de Rood. Kom maar binnen. Zo, wat moeten jullie van me? We willen dat Witje van Sneeuw verdwijnt. Je weet wel, populairste meisje van TikTokland. Nou, ik kan er wel in de oven duwen. Nou, dat hoeft ook weer niet. Kan je niet wat anders doen? Ze is heel populair online. Ik kan jullie wel helpen, maar hebben jullie ook doekoe? Doekoe? Ja, geld. Dat kost wel kabouters in huren, reiskosten, 7.000. K? Ja, dat is 1000, 7000. Ja, maar dan wil ik wel cash hebben. Ja, hier heb je 2000. Ja, hier ook. 1000. 68, 69, ja, dit is 7.000. Oké, we gaan via de achterdeur. Grietje wist precies waar ze de kabouters kon vinden. Zo, kaboutjes van me. Ik heb een klus voor jullie. Oh, dat is Grietje. Oh, dat is Grietje. Oh, dat is Grietje. Oh, dat is Grietje. Jullie moet je Witje van Sneeuw opruimen. Moeten die in stukjes hakken? Ik dacht niet in stukjes hakken. Ik dacht aan hekken.
Oh ja, dat kunnen we wel. Voor deze klus moesten de kabouters zich nog kleiner maken, zodat zij in de mobiel van Witje van Sneeuw konden lopen. In de mobiel van Witje hackte zij al haar volgers, kliks en views weg. De sprookjesmeiden stonden buiten in spanning af te wachten. Oh, ik ben wel benieuwd of het is gelukt. Ja, ik hoop dat ze al de volgers kwijt is. Oh, daar komt Gritje al aangelopen. En hoe ging het? Is het gelukt? Ja, het ging goed. Mijn kabouters zijn in haar account gehackt en nu is ze al haar volgers kwijt. Yay! Kijk, daar komt Witje net aangelopen. Zo, ik ben benieuwd hoeveel volgers ik er nu bij heb. En na die achtervolging heb ik echt heel veel bijgekregen. Jij bent niet meer populair, weet je. Je account staat op nul. Nul volgers? Nul volgers? Het is gelukt. Is het niet een beetje gemeen? Nou, ze gaat toch niet dood? Nou, wat gebeurt er nou met haar? Alles waarvoor ik gewerkt heb. Dit is gelukt! Oh, nee toch? Nou, ik vind dit toch wel een beetje zielig. Voor 7k kan ik de prins op zijn witte laptop wel inhuren. Ja, doe dat maar. De prins op zijn witte laptop kwam er gelijk aan. Zo, dit kan ik wel even fixen. En deed zijn best om Witje haar account weer tot leven te brengen. Nou, dan stuur je nu even een pushberichtje. Zou het pushberichtje Witje de Sneeuw weer tot leven brengen? Yay! Ze leeft weer! Oh, wat fijn dat jullie me hebben gered. Zullen we samenwerken? Samenwerken is altijd een goed idee. En zo gingen ze samenwerken. En leefden populair en gelukkig in TikTokland. Witje van Sneeuw, dat lelijke mooie meisje. Oh nee, lelijke mooie. Ze is super crimineel. Zij woont toch in die knibbelknabbelkruis? Ah, jammer! Maar een bloemetje hebben we ook wel nodig. Knibbelknabbelknuistraat. Ze is super crimineel. Ja! Dat ze de heks in de oven heeft geduwd die daar eerst woont. Ah, bijna! Zijn jullie van de Totoe? Skotoe. Waar is Poester Assen? Nee, dat is echt... Ja, je bent... Twee, ik weet het allemaal niet meer. Kan je ook wat anders doen? Kan je ook wat anders doen? Ja, maar... Dankjewel voor het kijken naar deze kinderrechtenfilm. En goed nieuws, want er zijn nog meer kinderrechtenfilms. Ja, nou, bekijk ze snel hier op ons kanaal.